De beelden uit het intro van dit programma zijn al meer dan een half jaar oud. Sindsdien is er veel gebeurd. Op het Ajaxstadion, ofwel Arena Amsterdam, zit al bijna de kap. En op het Gouden Kruis, bij de Kerk de Nieuwe Stad, staan de eerste muren van de nieuwe huizen reeds overeind. 8 ons. Vereist een wijk met rond de kerk laagbouwwoningen en langs de verlaagde Bijlmerdreef komen gestapelde eensgezinswoningen, zogenaamde benedenbovenwoningen. Bebo-woningen. Bebo-woningen. Dat wil zeggen dat zowel de beneden- als de bovenwoningen alle twee een voordeur aan de straat hebben. En die straat, die verlaagde Bijlmerdreef, wat nu nog dus een straat is die 4 meter boven het maaiveld ligt, die wordt verlaagd en dat wordt een straat die je zou kunnen vergelijken met straten in Amsterdam-Zuid, zoals de Churchilllaan of de Rooseveltlaan. Er is meer gebeurd. Van de flat Geinwijk resten nog slechts brokstukken beton en gebogen ijzer. Op dit terrein verschijnen straks, net zoals op het Gouden Kruis, laagbouwwoningen en beneden bovenwoningen aan de Bijlmerdreef. Het idee is om zoveel mogelijk woningen met tuinen te maken, dus grondgebonden woningen, voordeuren aan de straat. Het ruimere profiel van de Bijlmerdreef heeft dan tot het type geleid van gestapelde mezzanettes in de zogenaamde bebo's, waar dus 2 woningen bovenop elkaar geplaatst zijn. De onderste heeft weer een tuin, de bovenste heeft altijd ter compensatie van de tuin een groot dakterras, maar wel zijn voordeur aan de straat. Alle woningen hier direct achter, en dat geldt ook voor dit hele plandeel, bestaat uit zogenaamde eengezinswoningen. Dus woningen met voordeur aan de straat en een tuin. Naast Geinwijk staat nu nog Gerestein. Volgens planning moet deze flat in 1996 tegen de vlakte. Er komen vooral appartementen voor terug. Appartementen in kleine woonblokken van 3, 4 of 5 bouwlagen. Ook dit buurtje bereikt u straks, net zoals Geinwijk en het Gouden Kruis, via de verlaagde Bijlmerdreef. De Bijlmerdreef gaat van de Gozerweg tot de Grubhoeve omlaag. Het wordt een brede straat met bomen, trottoirs, ventwegen en huizen. Een beetje vergelijkbaar met de Churchilllaan. Bij de Gozerweg zijn ze inmiddels bezig de opritten van de Bijlmerdreef naar die Gozerweg te slopen. Er komt een rotonde en na de Gozerweg komen nieuwe opritten die veel minder ruimte in beslag nemen dan het oude klaverbladmodel.
De vrijkomende grond wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van rietlanden. De ruimtelijke vernieuwing van de Bijlmermeer gaat ook plaatsvinden in de F-buurt met de flats Florijn, Vlede en Frissestein. Deze buurt ligt aan de Bijlmerdreef tussen de Goosseweg en het winkelcentrum de Amsterdamse Poort. De bewoners praten mee over hoe de vernieuwing gestalte moet krijgen. In de vergadering in september werden de procedures uitgelegd en vervolgens kwam er een enquête waarin de bewoners hun wensen, klachten en verlangens kwijt konden. Met een paar bewoners, de ambtenaar voor vernieuwing Rob Lenverink en Kenneth Edam van Nieuw Amsterdam, onderwierpen wij het gebied aan een inspectie. We staan hier op het Fazantenhof, een beetje een beruchte plek hier bij de F-flats. En we hebben hier twee bewoners staan die hier al geruime tijd wonen en nog actief zijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de Bijlmer. We hebben dus ook hier aanwezig een ambtenaar die hiermee bezig is, deze hier. En we hebben ook een medewerker van woningbouwcoöperatie Nieuw Amsterdam. Waar staan we hier? Kun je er iets over vertellen? We staan hier op Verzantenhof. Dit was vroeger het eerste winkelcentrumpje wat we in de buurt hadden. Het allereerste is het Bijlmerplein geweest. Dat werd toen gesloten. Toen kregen we dus al die subcentra's. Krijnest kreeg een centrum, Ganzenhof en Verzantenhof hier. En dat heb jarenlang heel goed een leuk, gezellig centrum geweest. En toen werd het grote winkelcentrum gebouwd. En toen is het hier langzamerhand achteruit gegaan. Hoe lang woont u hier nou? Bijna 24 jaar. En wat is er hier leuk aan het Fazantenhof? De markt. Is het enige leuke. Een lekkere bakker. Vriendelijke bloemenman. Prettige, goede bloemenman. Maar voor de rest... Qua winkels is het niet zoveel soeps meer. En het is ook heel onveilig geworden doordat er heel veel dealers en junks hier altijd rondhangen. En wat wordt er nu op lange termijn gedaan? Sorry, ik vergeet wat. Wat wel heel leuk is dat de toko's hier zijn gekomen. En dat geeft ook een hele leuke levendigheid en gezelligheid. We staan hier ook met een ambtenaar die verantwoordelijk is voor deze vernieuwing. U bent net een beetje begonnen om zich te oriënteren hier in de buurt. Om te kijken wat hier allemaal gebeuren moet. Wat denkt u ervan als u hier zo rondkijkt en hier een beetje... Ik neem aan dat u zich een beetje georiënteerd heeft in deze buurt. Ja, kijk, we zijn vanaf september begonnen met overleg met bewoners. Als begin van het maken van plannen voor deze buurt. Wat er zal gebeuren in de F-buurt is dat er een vernieuwingsplan komt wat de buurt erg zal veranderen. En wat we hopen heel erg sterk zal verbeteren. Dat gaat ook voor deze plek waar we nu staan, het Fazantenhof. Als de plannen klaar zijn straks, dan zal je dit niet meer herkennen. Dit wordt echt een heel ander gebied en we hopen een stuk aantrekkelijker. Er is een enquête gehouden. Kunt u daar iets over zeggen? Er is een enquête gehouden onder alle bewoners hier van de F-buurt. Dus de mensen die in Frissestein wonen, in Vlede en Florijn. We weten nog niet wat de uitslag is, maar we weten wel, en daar zijn we heel erg blij mee, dat ontzettend veel mensen de enquête hebben ingevuld. Meer dan de helft van de mensen die hier wonen. En dat betekent dat straks als wij de uitslagen hebben en een rapport krijgen van het onderzoeksbureau, dat wij heel goed weten wat de mensen hier in de F-buurt over hun eigen buurt denken zoals die nu is. Maar ook dat we weten hoe de mensen de toekomst van de buurt zien. Of ze er zelf willen blijven wonen, wat ze veranderd willen zien. En wat voor vernieuwingsplannen zij aantrekkelijk vinden en wat voor vernieuwingsplannen misschien niet aantrekkelijk. Hoeveel mensen hebben nu gereageerd op deze enquête? Ik weet niet precies het aantal, maar het is ruim meer dan 700. En dat is meer dan de helft van... Uh,
het aantal woningen dat hier aanwezig is. Het Fasantenhof pleintje vind ik, dat kwam niet goed tot zijn recht. Het is niet echt een pleinfunctie. Je zou denken, ja, een flat met een aantal duizenden inwoners, daar moet je voorzieningen voor hebben. De mensen moeten zeg maar een plekje kunnen hebben waar ze gezellig bij elkaar kunnen komen. Nou, er is hier een Fasantenhof pleintje, maar die wordt in feite in beslag genomen door andere lieden, door junks, gebruikers. Als de bewoners er komen, dan komen ze er om naar de markt te gaan of naar het winkelcentrum te gaan. En ik had graag gezien dat de bewoners ook op hun manier zeg maar, de plein zouden kunnen benutten. De bedoeling is dat dit gebied echt helemaal verandert. Op dit moment is het eigenlijk voor niemand aantrekkelijk of heel vervelend, zelfs als het 's avonds is. De bedoeling is dat de Amsterdamse Poort hier nog uitgebreid wordt en afgebouwd. Het is nooit afgebouwd. En dat Fasantenhof in zijn huidige vorm daarbij verdwijnt. Die winkeltjes die daar zijn weggestopt onder de dreef in het donker. Je moet je voorstellen dat als we die kant op kijken, waar nu de markt is, dat dat plein blijft bestaan, maar dat het plein wat groter wordt. En dat daar, net zoals hier in de Amsterdamse Poort, huizen omheen komen, dat daar winkels komen rondom het plein. En dat het een aantrekkelijk winkelgebied wordt, maar ook een gebied om te wonen. Mogelijk komen er kantoren en andere voorzieningen. En dan wordt het een gebied waar je vanuit bijvoorbeeld de F-buurt met een gerust hart doorheen loopt om naar de metro te gaan. En dit is dus onafhankelijk van wat er met de wijk gaat gebeuren, wat je nu vertelt. Dit staat sowieso vast. Ja, over de aanpak van de Amsterdamse Poort en de Fasantenhof, daar wordt al langer over gepraat. Die plannen die vorderen al. En de F-buurt zijn we pas mee begonnen. Dat staat los van elkaar, maar het moet natuurlijk wel straks één samenhangend plan worden. Dus dit wordt één gezellige, schonere, leuke marktbuurt. Ja, we hopen dat het een buurt wordt waarbij de markt in ieder geval blijft, want die is heel gezellig, daar willen heel veel mensen naartoe. Maar een buurt waar je ook graag komt als er geen markt is. En dat is toch ook het grootste deel van de week. En een buurt waar mensen straks met plezier gaan wonen. Voor Frisstein, de muren in het groene veld. De dames zijn hier in gesprek en eigenlijk een beetje met een melancholieke uitdrukking op het gezicht aan het kijken naar deze flat. Kijk, richt die camera nou eens deze kant op. Dit is gewoon fantastisch. Nou is het allemaal kaal door de herfst, maar zomers is het zo mooi. Hier komen mensen altijd zomers. Kinderen zitten op de glijbaan. Je gaat hier gewoon even op het bankje zitten. Ze voetballen hier op de veldjes. Het is een gezellige plek. Dit is echt een ontmoetingsplek ook. Ja. Als ik zo naar u luister, dan klinkt u eigenlijk heel tevreden over dit sociale hart. Nou, Frisstein. Ik ben ook heel tevreden over de Bijlmer, maar ik erken dat er gewoon een groot beheersprobleem is. En je kan wel flats gaan slopen, maar daar los je het echte beheersprobleem ook niet op. Ik denk wel dat er dingen moeten veranderen hier in de buurt. Misschien beter meer compartimenteren. Misschien moeten er wel stukken flats weg. Ik weet het niet. Het is zo gecompliceerd. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Maar er zijn zoveel mooie dingen. En het gevaar bestaat, zoals je dat dan in Geinwijk-Gerestein. Dat wordt bam, meteen alles met de grond gelijk gemaakt. Maar het is toch een buurt waar mensen ook jarenlang in leven, waar ze met elkaar verdriet hebben meegemaakt, maar ook vreugde. Alles, je kinderen worden geboren, je familie, je vrienden gaan hier dood. En ze zeggen wel, het is geen buurt, maar het is wel een buurt. Dat beleef je gewoon met elkaar. En je komt elkaar tegen, je vraagt hoe het met elkaar gaat. Maar dat is voor buitenstaanders niet zichtbaar. Maar wij als Bijlmerbewoners ervaren dat dus wel. Voor ons is het echt wel een buurt. Kenneth Edam van de woningbouwcoöperatie Nieuw Amsterdam. Deze mevrouw, ja, het klinkt bijna een soort wanhoop in haar stem als we het hebben over sloop. Toch is voor Nieuw Amsterdam dat wel een optie. Waarom? Dat is zeker een optie. Nou, de belangrijkste reden is dat wij in ons bezit differentiatie willen aanbrengen. We beheren 28 hoogbouwcomplexen. En we hebben ook bewoners die nu anders willen wonen, die willen lager wonen bijvoorbeeld, die willen een laagbouw woning hebben. Maar is het niet omdat Nieuw Amsterdam met een beheersprobleem zit en dat het eigenlijk voor jullie met de schulden die jullie hebben lucratiever is om de boel maar plat te gooien? Nou, niet zonder meer plat gooien natuurlijk, ja, met een aantal zaken rekening te houden. We hebben inderdaad een beheersprobleem met betrekking tot deze kolossale complexen. Ja, je zit met een gegeven. Wat zijn die problemen? Kun je die even opnoemen? Nou, zo'n kolossale complex, om maar Frisstein te noemen, wat we er toch voor staan. Hij is een paar honderd meter lang. Een stuk of 200 schat ik, misschien meer zelfs galerijdeuren in de flat. De flat heeft een x aantal ingangen, hij is dus vrij toegankelijk, niet alleen voor bewoners, maar ook voor lieden die er niet horen.
Dat schept allemaal problemen in de beheersfeer. En wat willen jullie daar nou aan gaan doen? Wat zijn de opties? Afgezien van sloop. Noem eens een alternatief. Een alternatief voor sloop is gedeeltelijke sloop. Een alternatief voor sloop is zeg maar, de flat beter compartimenteren door zeg maar, portieken aan te brengen. Waardoor je slechts met gebruik van een sleutel kan toetreden tot de flat. Een alternatief is verkoop van de delen van de flats. Wat voorop staat is dat de Bijlmer, als die vernield is, een gebied is wat heel gemengd is. Waar goedkopere woningen naast duurdere woningen staan. En waar mensen kunnen wonen met lagere inkomens. En waar mensen ook graag willen wonen met wat hogere inkomens. En dat betekent dat in zo'n vernieuwingsplan allerlei soorten maatregelen naast elkaar zullen terechtkomen. En gelukkig hoeven bewoners niet alles te betalen, want dat zou ondoenlijk zijn. Een groot deel van de vernieuwing wordt betaald met geld van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en door de gemeente Amsterdam. Meneer Coté, vicevoorzitter van de Ghanese gemeenschap hier. Kunt u misschien nog even toelichten? Je woont hier een grote Ghanese gemeenschap in dit gebied. Wat willen zij en hoe ervaren zij de Bijlmer? Ja, er woont een groot aantal Ghanese in de Bijlmer. Ik zou zeggen 3000 tot 4000 Ghanese wonen hier. Tweede en derde grootste etnische minderheid in de Bijlmer. Qua ervaring, ik denk dat gaat redelijk goed met hun. Ja. Zij ervaren de Bijlmer als een prettige plek om te wonen? Niet echt, moet ik zeggen. Ja, niet echt. Vooral voor hun kinderen. Ze hebben geen kans om buiten te kunnen spelen. Met al dat groen? Omdat de veiligheidskwestie in de Bijlmer niet zo hoog is. Ze durven niet de kinderen vrij te laten, alleen in de groen die zoveel is in de Bijlmer. Maar nou is er sprake van die vernieuwing, waarin eventueel ook wel flats gesloopt gaan worden en er nieuwbouw zal komen. Wat is u opgevallen onder de Ghanese gemeenschap? Wat denken zij daarvan, van een eventuele sloop? Ze zijn bang dat als je nou die flatbouw geslopen wordt, dat helemaal nog geen andere woning meer kan krijgen. Ik woon hier 27 jaar. Ik ben een van de allereerste bewoners van onze flat. En ik hou het nog steeds uit. Al moet ik wel zeggen dat ik vorig jaar een advertentie heb gezet. Wie helpt mij vluchten uit deze buurt? Waarom was dat? Het was na 3 inbraken in mijn woning en 2 in mijn garage. Toen werd het moedeloos eigenlijk. Toen werd het je te veel. Ja. En wat zijn de reacties daarop geweest? En Harry Mens, onze beroemde makelaar, die bood me aan dus naar de Heinekenbrouwerij te gaan. Daar, die mooie flats, maar 1650 gulden huur. Maar hokjes van huizen, vergeleken wat we hier hebben. Dus je bent toch maar blijven wonen na die advertentie? Nee, ik ben nog steeds zoekende. Maar ik weet dat ik kleiner moet gaan wonen, dat weet ik ook. Maar in een hokjesgeest wil ik ook niet zitten. En is daarna niet meer ingebroken? Nee, nog steeds nee. Niet. Ja, er is weinig misschien te halen. Toch door die advertentie denken ze, er is toch niks meer. Ja, er is weer weinig te halen. Ja, dus. Dat bedoel ik. Wat zou er moeten gebeuren in deze buurt? U woont hier al 27 jaar. Het eerste plannetje is uitgevoerd. Er zijn de ramen uit de binnenstraat gehaald, waardoor de youngsters niet meer kunnen blijven staan. Ik heb het net voorgesteld om de andere ramen ook zo snel mogelijk eruit te halen. En dan bijvoorbeeld de overloop van de Frisstein 1 en Frisstein 2, die bijvoorbeeld ook de ramen eruit en misschien wel af te breken. Dus dat je meer mensen over het loopveld heen krijgt en niet allemaal door die binnenstraat heen. Zodat ze niet kunnen gaan pissen en poepen daar allemaal. Ja, wat er veel gebeurt. Hè. Dus dat zou een ding zijn op korte termijn, politiek. Ja. Lange termijn, daar hebben we natuurlijk niks over te zeggen. Want dan hangt een zak met 1 miljard hier boven de Bijlmer. En dan gaat natuurlijk iedereen dan trekken en dan scheuren om die zak te ledigen. En, ik denk dat het resultaat zal zijn een deel afbreken. En dan, wat vindt u daarvan? Ja, het is, in hun filosofie is het in die mensen niet beheersbaar meer. Ja, en mijn idee kan je het alleen maar met harde hand doen, maar dat is dus tegen de gewoonte. En ik heb een idee, die flat afsluiten, een soort portierswoning. En dan mensen die dus werkeloos zijn of sociale dienst hebben, bij hun flat betrekken.
Dat heet toch ook melkartbanen. In ieder geval, ik weet daar niet om uit te drukken. Maar die mensen die dus in zo'n flat wonen, dat schijnen dus ongeveer 40% of 60% te zijn, die dus geen baan kunnen vinden. Maar die zou je dus een baan kunnen geven, een eigen flat, door middel van portier, het schoonmaken. En dat als er bezoek komt, dat ze netjes ontvangen worden. En dat dan even gebeld wordt naar boven. Dan zegt bijvoorbeeld, ik woon op 912 Tring. Verwacht u bezoek? Ja, ik verwacht bezoek. Nou, maar dan wordt het toch een soort bejaardentehuis? Nee, geen bejaardentehuis. Dan krijg je een veilige... Infrastructuur bedoel je? Nee, dat ziet u verkeerd. Tot zover deze kleine inspectie in de F-buurt. Straks wordt er over de problemen en oplossingen voor de F-buurt verder gepraat. En dat gebeurt aan de hand van een enquête die inmiddels heeft plaatsgevonden. De vergaderingen erover met de bewoners vinden plaats in de vierde week van januari. En het gebeurt door een drietal vergaderingen in de flats Frissestein, Vlede en Florijn. De vernieuwing van de Bijlmermeer krijgt ook gestalte in de K-buurt. Hier geen enquête van de bewoners, maar een ideeënbus. Bewoners kunnen tot 23 december hun ideeën voor de vernieuwing op papier zetten en opsturen. Tot dan kunnen ze ook terecht in winkelcentrum Kraaienest, alwaar de projectgroep een marktkraam voor ze heeft ingericht. En wat moet er met de flats gebeuren dan? Ja, de flats moeten ze een beetje naar beneden te brengen. Ze moeten een paar lagen afgehaald worden dan? Of, Nou, gewoon 4 of 5 hoog maken, maar geen 10 hoog. Dat is alles er. Ja. Dus wat er gebeurt rond het Gulden Kruis zo'n beetje? Ja, zo'n beetje. En het groen? Het groen moet blijven. Groen hebben we nodig voor de kinderen. En voor sport een beetje. Ja. En wat vindt u van de parkeergarages? Die parkeergarages die moeten ze ook afbreken. Dan moet alles open zijn. Dat je kunt zien wat met je auto gebeurt. En niet zo in een donker hoekje. Want het is moeilijk als je je auto moet halen in zo'n donker hoekje lopen. Weet je nooit wat achter je aankomt. Tú tuvieras el poder para cambiar algo aquí. ¿Qué te gustaría que se cambie? Espacio, digamos, ¿no? Que se cambie aquí, que se construya o. Sí, porque ahora van a construir, ¿eh? Sí, pero las casas no son muy, ¿cómo se dice? Muy feilos. Mevrouw die zegt dat het grootste probleem van wat het leven hier niet prettig maakt, is het gevoel van onveiligheid. En dat de flats niet echt safe zijn. En zelfs met de flatwachten heb je toch een blijvend gevoel van onveiligheid. Mensen kunnen zo je flat binnenkomen. En omdat ze kinderen heeft, is dat haar grootste zorg. En ze denkt wel dat met de vernieuwing en de laagbouw het misschien beter kan worden. Ja, en de mensen die hier rondhangen en zo, dat is ook een goede voorbeeld voor je kinderen natuurlijk. Hè? Snap je? Nou, ik woon zelf hier, maar mijn kind die gaat helemaal in Diemen op school. Snap je? Dus dat bedoel ik nou. Maar je hebt wel een beetje vertrouwen in de vernieuwing die eraan zit te komen? Ja, dat beloven ze al zoveel jaren. Gaat het wel komen? Gaat het wel komen? Dat is de vraag. Jaren beloven ze dat. Je proeft een bepaalde bitterheid hier bij de bewoners. Hoe komt dat? Ja, de wantrouwigheid. Hè? Is er een wanbeleid gevoerd? Dat weet ik niet. Voelen jullie in de steek gelaten? Wat bedoel je, voelen jullie in de steek? Bedoel je buitenlanders of in het algemeen iedereen? Nee, gewoon de bewoners van de Bijlmer. Oh, bewoners van de Bijlmer. Toch wel, een zekere hoogte wel, ja. Ja. Ik vind van wel, ja. Je ziet toch ook dat er vele Hollanders die gaan weg van hier en dan heb je meer alleen maar dat buitenlandse. Hè? Dat zou leuk zijn als je ook aan de Hollanders en iedereen bij elkaar zouden zijn. Snap je? En dat er geen junkies meer bestaan hè? En dat de straten mooi zijn. En voor de kinderen? Dat er hoe heet het ook weer? Een nieuwe goede school krijgen en een mooie speeltuin krijgen en zo. Dat wil je graag? Ja. Met je vriendinnetjes? Ja, Sally is mijn vriendin. Ja. En jij, wat wil jij graag dat er verandert in de Bijlmer? Kom ik op tv? Ja. Dat er geen vliegram. Nee. Kom je op tv? Wat wil je zeggen? Dat er geen vliegram meer is. Dat er geen vliegrampen meer komen. Con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Thank you.